Ik ben Jeroen de Boer en ik werk bij Bibliotheekservice Friesland. Vanmorgen hebben bij de Bibliotheekservice bezoekers, sprekers aangehoord die iets hebben verteld over het fenomeen FabLab, over co-creatie, over samenwerken en over het project, hoe zij dat zagen, het project FriesLab. En tegelijkertijd vonden in ons gebouw workshops plaats die een mooi voorbeeld zijn van wat uiteindelijk in het FriesLab zijn plek kan krijgen. Er waren heel veel typen, organisaties en individuen vandaag aanwezig om met ons mee te denken over dit project. Wat ik erg leuk vond en positief was dat er heel actief werd meegedacht over wat wij voor ogen hebben. Dat er kansen zijn, maar dat dat ook mensen wel wat beangstigt. Er waren vanmorgen 3 sprekers. De eerste was Henk van Seitz. Hij sprak over FabLabs en het onderwijs. Ik vond het een erg leuke, inspirerende bijeenkomst. Mooi om te zien dat er... het is toch een nieuw concept voor een aantal mensen. En sommigen die hadden meteen zoiets van wauw, dit is fantastisch. Een aantal mensen zijn sceptisch of die moeten nog even erop kouwen. Dat is prima, natuurlijk. De tweede spreker was Hielke van Dijk. Lector Serious Gaming bij de NHL. Ik heb hier vandaag uitgelegd hoe wij binnen de NHL kijken naar het toepassen van technologie in de samenleving. Ik vond het een zeer inspirerende middag. Ik vond het ook hartstikke leuk om te zien vanuit de verschillende oogpunten over fabrication labs, maar ook vanuit hoe je dan kinderen, en in dit geval, dat zijn dus de gebruikers, hoe je die betrekt bij de ontwikkeling en ontwerpen van zo'n laboratorium. De derde spreker was Daniel Levy. En hij vertelde in het bijzonder over omgekeerd leren en co-creatie en hoe dat een rol kan spelen in de realisatie van de bus. Ik heb een hele leuke ochtend gehad. Het was een hele inspirerende workshop en de kinderen hebben heel veel waardevolle ingrediënten geleverd. Waar we zo meteen in het vervolg ook een heel goed vervolg aan kunnen gaan geven.